oorlogsjaar 1944 door het verzet opgericht, viert zijn 60-jarig bestaan. En de beroemde foto van destijds werd vandaag overgedaan. Dezelfde plek als 35 jaar geleden, de fraaie bibliotheek van het Rijksmuseum. Rond de Benteltrap groepeerden zich toen de groten. Vooraan bezige bijoprichter Geert Lubberhuizen en Harry Moelisch. Toen maakte Paul Huf de foto, nu Tom Hofman. Bezige bijdirecteur Ammerlaan heeft bijna al zijn auteurs verzameld. Ook schrijvers die zelden hun werkkamer verlaten. Marten Toonder is er ook. Altijd bij de bezige bij gebleven is hij. Ik ben er heel trots op. Ik zou niet gauw van een andere gaan. En u hebt een ereplaats vandaag. Ja, dat is een onverwachte... Ik voel me zeer verguld. In een tijd waarin schrijvers nogal eens van uitgever wisselen, zijn hier vooal tevreden auteurs. Hoe zit u bij de bezige bij? Bijna al mijn hele schrijverscarrière. En dat zal inmiddels een kleine 25 jaar zijn. Wisselen is erg in, hè, op dit moment. Ja, maar ik ben geen voetballer, hè. Het is niet goed om van uitgever te veranderen. Want dan zegt iedereen, is hij eruit gegooid? Wil die uitgever hem? Hè? Is hij op zijn retour? Dat is psychologisch niet goed. De schrijvers betrekken hun plek. 1, 2, 3, foto. Het echtpaar De Winter-Durlacher is een prominente positie gegund. Marga Minko staat wat achteraf. Mulder wil ook een liederlijke foto. En Schippers informeert of de dop wel van de lens is. Na 10 minuten is er een pauze. Ja, alles verdwijnt natuurlijk. Dat is wel zo. Over 300 jaar zal men niet meer de nachtwacht kunnen zien. En op de piramide staat, hè? Iedereen vreest de tijd. Maar de tijd vreest de piramide. Wie zal er over 40 jaar, als de bezige bij het eeuwfeest viert naast Moelisch, nog gelezen worden? Klaus wel. Ja, dit is in ieder geval de poëzie, denk ik. Kampert? Ook als dichter, denk ik, voornamelijk. Kremer? Twijfel ik. Komrij? Ja, dat is altijd een figuur blijven, ja. En de foto, die is morgen klaar.